Audi RS3, 340 pk. 10 jaar terug waren dat de prestaties van een sportwagen. Maar is hij dan ook te vergelijken met een sportwagen van 10 jaar terug? Dat gaan we bekijken, want hier hebben we die sportwagen van 10 jaar terug. De Lotus 340R. De Audi die heeft 340 pk. Maar je merkt ook wel dat je met bijna 1600 kilo op pad bent. Of met een volle tank en de bestuurder meegerekend ruim 1600 kilo. Het voelt niet aan als een sportwagen, hoewel die dan wel die prestaties heeft. Maar het voelt meer aan als een soort snelle GT. Een praktische auto voor iedere dag waarmee je heel snel op je werk komt of van A naar B gaat. Een auto waarmee je echt instapt en naar Zuid-Frankrijk toe rijdt. Maar die niet heel erg uitnodigt, als ik eerlijk ben, om eventjes een binnendoorweggetje te pakken. Als je normaal met de RS3 rijdt, dan is hij eigenlijk heel stil, heel beschaafd, heel netjes, heel comfortabel. Zeker in deze versie met de S-tronic bak. En die schakelt echt heel soepeltjes, heel snel, maar ook heel soepel. En ja, wat eigenlijk wel aardig zou zijn, is dat je toch iets meer voelt dat je van de ene versnelling naar de andere toe gaat. Want dit is misschien wat al te soft voor zo'n soort auto. Nou is het zo dat deze S-tronic kun je ook met de hand schakelen. Hij heeft ook nog een sportstand. Dan klinkt hij wel een stuk beter en ja, dat voegt wel iets toe aan de Audi. Het sturen in de Audi, dat gaat eigenlijk heel goed, maar voor een echt sportieve auto zou het ietsje zwaarder mogen gaan, dus misschien iets aan de lichte kant, maar vooral ook een tikje wollig. En je merkt, ja, dat je eigenlijk, omdat je iets hoog zit, voelt het een beetje alsof de auto zich eerst even moet zitten als je de bocht in gaat. Hij is wel heel lang neutraal, maar ja, uiteindelijk is het wel een auto die meer op onderstuur is gericht dan op overstuur. Audi heeft wel een auto gemaakt met de prestaties van een sportwagen, maar hij voelt echt geen seconde aan alsof het een sportwagen is. Voor de zondagmiddag, voor op het circuit, kiezen wij dus echt zonder een seconde na te denken de Lotus. Maar dat wil niet zeggen dat Audi het slecht heeft gedaan, want ze hebben echt een fantastische GT neergezet. Comfortabel, heel snel, goed gedaan. Lotus 340R. Hij heeft 340, onder andere omdat er maar 340 van zijn gemaakt. Dus het is een redelijk exclusieve auto. Is hij handig voor dagelijks gebruik? Nou, niet echt. Want ja, je ziet het. We zitten hier redelijk verwaaid. Er zit geen dak op. Geen deuren. Je moet hier overheen klimmen. Geen ramen. We hebben geen verwarming. Dit is echt autorijden. Nou ja. Ik heb altijd een beetje een hekel aan de vergelijking autorijden alsof je in een kart zit. Maar zo voelt het wel bijna. Want ja, dit is echt onvergelijkbaar met welke auto dan ook. Als je in de auto zit, is het echt een hels kabaal. Want we rijden nu rustig aan, maar als je eventjes een keertje gas geeft, het is echt een kabaal waar je je echt niet meer verstaanbaar kunt maken. Nou ben ik niet extreem groot, maar ik moet echt mijn best doen om hier een beetje fatsoenlijk in te kunnen zitten. Cameraman Joost die zit hiernaast en we zitten echt schouder aan schouder. Ik zit met de versnellingspook tegen mijn been aan, in mijn knieholte een beetje. Vijfde versnelling kan ik niet echt goed gebruiken. Deze auto, het gewicht is 658 kilo. Nou, met mij erbij misschien 700. Maar je merkt echt, die kilo's, dat is echt ongelooflijk wat dat voor een auto doet. Want deze auto die heeft geen rembekrachtiging, geen stuurbekrachtiging. Hij is super laag.
Dat is echt autorijden, nou ja, zoals het ooit bedoeld was bijna. Ja, en veel dichter bij een formuleauto dan voor op de straat kom je denk ik ook niet. Ik zit naast Hans, eigenaar van de Lotus. En de grote vraag is natuurlijk, wat vind je van de RS3? Ja, eigenlijk is het niet te vergelijken met elkaar. Logisch natuurlijk. Hij valt me er zeker niet tegen. Ik had iets beter gasrespons verwacht. Dat komt misschien wel dat ik wel verwend ben met de Lotus natuurlijk. Die hangt super direct aan het gas. Remmen doet hij goed, sturen doet hij ook goed. Een heerlijke snelle hot hatch. Een beetje vergelijkbaar met mijn vorige Golf R. Alleen dan een stukje sneller. Versnellingsbak, S-tronic. Wat vind je daarvan? Geweldig. Ja. Je zou dit liever hebben dan een handbak? Voor deze auto wel. Voor een echte sportwagen niet. Ze worden wel steeds beter. Eigenlijk het hele gevoel, de snelheid. Hij mag wat robuuster inkomen. Hij mag wat agressiever worden als hij nu hard optrekt. Klappen mogen gewoon wat harder. Ze zijn nu vrij beschaafd. Maar dan nog doet hij het goed. Hij staat nu weer in de S-mode. Het hangt ook veel beter aan het gas dan in de standaardstand. Ja, hier kan je niet tegen opschakelen met dan. Deze Lotus heet 340R. De Audi heeft 340 pk. Ze zijn allebei blauw, maar dat is niet de enige overeenkomst. 12 jaar geleden, zelfs in 2000, toen deze auto nieuw werd verkocht, kostte die ongeveer hetzelfde als de Audi nu, ongeveer 75.000 euro. Nu kun je een Lotus kopen, 340R, voor een lagere prijs. Als je goed zoekt, dan kun je nu de goedkoopste vinden voor ongeveer 30.000 tot 35.000 euro. Als je deze auto vergelijkt met de Audi, dit is ongeveer alles wat de Audi niet is. De Audi is ruim, hij is praktisch, maar hij heeft 340 pk. Deze auto is klein, onpraktisch, er zitten niet eens deuren in. En hij moet het doen met bescheiden 180 pk ongeveer. Maar de besturing die is direct, de vering, ja, nou, de vering is eigenlijk een wat groot woord hiervoor. Rembekrachtiging heeft hij niet. De voorwielen blokkeren als je iets te hard remt. Maar ja, is hij leuker dan de Audi? Ja, dat is hij zeker.